We staan hier bij de Groene Loper, vlakbij de Scharnerweg. Hier staat de gemeenteflat. Dat is een flat die dateert uit 1952 en van de architect Dingemans is. Het was een experiment destijds. Het is namelijk huisvesting voor alleenstaanden. Toen een nieuw element. Vandaag de dag zijn we ermee vertrouwd. Het had niet veel gescheeld of dit gebouw had er niet meer gestaan. Er waren namelijk plannen om dit pand te slopen in het kader van de aanleg van de Groene Loper. Maar twee ontwikkelingen hebben dat tegengehouden. Een lokale ontwikkeling en een rijksontwikkeling. En de lokale ontwikkeling was dat een actiegroep onder leiding van John Wevers, de voormalige wethouder, zich heeft ingezet om dit karakteristieke pand te bouwen. Maar tegelijkertijd op rijksniveau. Op rijksniveau werd namelijk de aandacht gericht op de wederopbouwarchitectuur. En de gemeenteflat werd opgenomen in de lijst van 100 rijksmonumenten uit de periode van de wederopbouw. Al met al is dat de redding geweest voor dit gebouw. Maar dit gebouw is aangepakt en het is gerehabiliteerd, dat is vernieuwd door Fred Humblee en die gaat ons daarover vertellen. Deze flat, de gemeenteflat genoemd, die is ontworpen in 1948 en gebouwd tussen 1948 en 1951 in drie delen. Niet omdat er geen belangstelling was voor de flat, maar omdat er geen materialen waren. De flat was bedoeld voor alleenstaanden die kleine appartementen die in de rest van Maastricht nauwelijks in die tijd van woningnood kans maakten op een huurwoning. En het was een initiatief dat men niet ondergebracht kreeg en daarom nam de gemeente het maar zelf. Daarom heet hij ook de gemeenteflat. Nou, de toenmalige stadsarchitect Frans Dingemans, die het groot gedeelte van de wederopbouw van Maastricht vormgegeven heeft, had grootse plannen met dit plein hier. Het Koningsplein, Oranjeplein. Het was eigenlijk een grote ruimte die de stadscentrum aan de ene kant en aan de andere kant de buitenwijken als een soort overgangsgebied vorm gaf. Maar dat was een monumentaal plein moest dat worden, waar ook het bevrijdingsmonument een plaats krijgt, want het is een bevrijdingsmonument van Zuid-Nederland. Hè? De gemeenteflat was de eerste flat in Maastricht. Ook de eerste galerijflat in Maastricht. Een aantal ambtenaren van de gemeente Maastricht zijn zelfs afgereisd naar Rotterdam, wat toen een hele reis was, om daar de Zuidpleinflat te bekijken. En ze hebben daar prachtig verslag van gemaakt, uiteraard. Omdat daar zoveel nieuwigheden waren die ze hier ook wilden. En dat was, de flat was ook, moest ook een zekere verzorging geven. Dus je had een klein appartement. En tegelijk was er dan een restaurant en enige logeerruimtes op de kop. Daar zou je dan gebruik van kunnen maken. En er was een lift. En even is nog getwijfeld of daar misschien een piccolo aangesteld moest worden, omdat niemand zo'n lift kon bedienen. Dus dat waren allemaal nouveautés, alsmede een vuilstortkokers. Om de vuilnis die je had, dat die beneden dan centraal verzameld werd. Nou, die innovaties dat café, dat heeft men niet aangedurfd. En daarom is het heel erg grappig dat we nu bij de renovatie van de flat dat wel hebben kunnen realiseren. En een fantastisch succes is het. Het terras wordt veel gebruikt in de Groene Loper.
Als je het hebt over de architectuur van dit gebouw, is het natuurlijk van een profilering, een scandering, een opbouw die we tegenwoordig niet meer kunnen maken. Het is heel bijzonder geconstrueerd. We zien aan alles in architectonische zin dat het was een hele moderne flat voor die tijd. Maar direct na de oorlog heroriënteerde de traditionalistische stroming en de modernistische stroming in de architectuur zich opnieuw. En die kwamen tot een soort shake hands. Niet meer het contrast, maar shake hands heet dat. En Dingemans was daar een representant van. En die introduceerde plotseling in het moderne gebouw, had hij ook in de Zuidplein gezien en in Rotterdam, maar in decoraties, decoratiemotieven. Bijvoorbeeld dat zien we in de balkons en in de hekken die erin zitten, maar ook in die schoorstenen boven. En die hebben zo'n gegolfd dakje. Staat erop zijn allemaal decoratieve elementen, die omkaderingen spelen mee. Alles speelt daarin mee. Waarom hadden die mensen nou kregen, die staan die schoorstenen daar, die scanderen het flatgebouw mooi. Maar ook, het was de moderne flat had centrale verwarming. Men vond dat in die tijd erg ongezellig. Want er was geen haard waar je omheen kon scharen. En daarom kregen ze toch nog een schoorsteen met een gashaardje. De bouwtechniek was ook door de nood geboren. Heel bijzonder. De aannemer Bartels was degene die het gegund werd het gebouw te maken, maar die kon het materiaal niet krijgen. De bakstenen bijvoorbeeld. En waardoor Bartels heel vernuftig een systeem bedacht, dat ook het systeem Bartels is gaan heten, dat hij maakte twee, wat wij nu noemen heraklietplaten, houtwolcementplaten, een gepatenteerde afstandhouder daartussen en die goot hij vol met beton. Daarmee is het gebouw gemaakt, de woningscheidende wanden. En dat was heel erg goed toen we het gingen renoveren, want het is niet alleen het gebouw als gebouw gerenoveerd, maar ook de installatie, dat er een energielabel A uit kon komen met een dak van zonnepanelen. Maar daardoor hoefden we niet extra te isoleren en zo. Het was allemaal goed. Het was degelijk, de flankerende geluidsoverdracht, geen last van gehoorigheid dat later pas kwam. Dus het was ook heel degelijk gebouwd. En kom er nog eens voor, zonder meerwerk staat in de notulen. Wat natuurlijk heel nieuw was en waar men aan moest wennen, was dat deze flat een galerijontsluiting had. Er was nog geen enkele flat in Maastricht gebouwd en zeker deze ontsluiting niet. En ik vind het altijd bijzonder hoe solide deze achterkant is. Die heeft niet dat probleem van die open galerijen met hoogtevrees enzovoorts wat daar allemaal optreedt. Het is nog echt meer een opgetilde straat dan een galerij. Maar in een heel radicale ritmiek en strengheid die eigenlijk nu pas goed zichtbaar is. Nou, Albert Heijn opgeschoven is naar de hoek en dat parkeerplein hier als het ware een mooi zicht geeft op die achterzijde van de gemeenteflat. Maar ik zei het al, zo onwendig was men dat de ramen hoog geplaatst zijn zodat je niet als je over de galerij liep in de slaapkamer kon kijken. Fred en Blee heeft een nieuwe laag aan de gemeenteflat toegevoegd. Het gebouw van Dingemans is in zijn hoofdstructuur behouden gebleven. Het volume, de massa, de geleiding is nog heel goed herkenbaar. Men heeft er een eigentijdse laag overheen gemaakt. Vooral door een nieuwe kleurstelling en door variaties in het materiaalgebruik. En daardoor heeft hij op een hele behoedzame manier het cultureel erfgoed uit de wederopbouwperiode in stand gehouden.